Ja, een fotograaf in de coronatijd. Normaal vlieg je samen met een piloot. Alleen, ja, je ziet het. De ruimte in het vliegtuig is vrij beperkt. Je zit te dicht op de piloot. Afgekeurd een besluit dat je niet meer met een piloot samen in één vliegtuig mag zitten. Maar met een oplossing van Santair is het ons toch gelukt om een gat, de camera door een gat in de bodem te laten filmen. Een oplossing waarmee we wel de klant kunnen voorzien van fotowerk. En bij het opstijgen zet je de camera aan. Hij neemt alles op van start tot en met landing. We hebben nu een nieuwe constructie verzonnen voor Paul Martens. Hij mag helaas niet meer mee. Dus de piloot gaat het nu zelfstandig voor Paul verzorgen. Dus we gaan hem nu inbouwen en we gaan zo dadelijk de lucht in. Kijk, het vliegtuig is uitgerust met een speciaal cameragat achterin. Kijk Paul, daar zit hij. Daar wordt namelijk de camera bovenop gezet. En dan kunnen we mooie opnames voor je maken boven de Maasvlakte. Zo, hij zit er mooi in Paul. Dus ready gaan voor start. Nou, zojuist de opnames gezien. Het is gelukt, dus weer een oplossing gevonden voor een corona-probleem. Super!